Goedemiddag, Rabobank. Ja, goeiedag. U spreekt met Eduard Mangal. Ik ben op zoek naar de heer Wiebe Draaier. Ja, en kent u hem? Of? Nee, ik ken hem niet. Ik had een klacht over racistische medewerkers bij de Rabobank. En ik had al een paar maanden geleden gevraagd hoe de Rabobank daarin stond. En ik heb daar tot op heden geen antwoord over gehad. En ik zou dus graag even willen weten hoe hij daarover denkt. Ja, alleen dit gaat niet via de heer Draaier. Dit gaat via ons klachtensecretariaat. Ja, die heb ik al benaderd, maar die heeft al maanden niks van zich laten horen. Dus vandaar dat ik ook eventjes ook via de pers wilde laten wel weten hoe hij dus daarover denkt en hoe de Rabobank zich daarin... Ja, alleen ik kan u niet met hem doorverbinden, want er zijn vaker mensen met klachten en we hebben strikte orders dat hij daar niet over gaat. Dus dat is niet aan hem besteed. Ik kan u nogmaals doorverbinden met het klachtensecretariaat. Het bestuur wil zich dus niet over uitspreken, begrijp ik daaruit? Nou, het bestuur kan er ook niks, die kan er ook niks aan doen. Nou, zij leggen de grote lijnen uit, dus zij zullen zeker een... Nee, maar dit valt niet onder hun, onder wat zij doen. Oké, okay, dus en onder wie valt dit dan? Racisme bij het bedrijf? De klachtenafdeling. Racisme bij het bedrijf valt onder de klachtenafdeling. Zij bepalen een beleid hierover. Ja, dit is nou... Ik wil graag degene spreken die hier een beleid over maakt. Ja, dat begrijp ik, maar zo gaat dat niet. Dus ik kan u nogmaals doorverbinden met de klachten en zij moeten er naar kijken, want dat is uw aanspreekpunt. Ik kan u hier niet met een willekeurige afdeling, we hebben hier wel afdelingen die dat soort dingen inderdaad doen, maar die hebben geen klantencontact. Dus dat is uw ingang. Of u kunt het via de lokale bank spelen of via onze klachtenafdeling. En via de persvoorlichting? Zullen zij weten wie dat want ik wil graag een officiële reactie van de Rabobank hebben. Ja, voor publicatie. Nee, dat daarmee kan ik u niet doorverbinden. Uw aanspreekpunt is de klachtenafdeling. Prima, maar het wordt wel gepubliceerd, deze... Ja, nou ja, dat is dan zo, maar dat is uw aanspreekpunt. Oké, okay, dus ik kan niet bellen met de persafdeling? Nee, dat kunt u niet. Wat u wel kan doen bij de klachten is vragen, wat kan ik hiermee? Is er iemand die ik hierover kan spreken? Verder heb ik niks voor u. Dat is uw ingang. Oké, okay, nou prima. Dan verbindt u daar maar mee door. En ik heb gesproken met? Met de telefoniste van de Rabobank. Okay. Ik verbind u door. Eén moment. Klachtenservice Rabobank Nederland. U bent de eerst wachtende. U bent de eerst wachtende. U bent de eerst wachtende. Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. U bent de eerst wachtende. U bent de eerst wachtende. Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. U bent de eerst wachtende. U bent de eerst wachtende.
Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. U bent de eerstwachtende. U bent de eerstwachtende. Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. U bent de eerstwachtende. U bent de eerstwachtende. Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. U bent de eerstwachtende. U bent de eerstwachtende. Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. U bent de eerstwachtende. U bent de eerstwachtende. Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. Lijkt wel een beetje een ontmoedigingsbeleid om klachten te kunnen bespreken. U bent de eerstwachtende. De één medewerker daar zo, die klachten wel beantwoord. U bent de eerstwachtende. Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. Ja, dat helpt helaas niet. Dan laten ze niks meer van zich horen. U bent de eerstwachtende. U bent de eerstwachtende. Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. U bent de eerstwachtende. U bent de eerstwachtende.
Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. Ongelooflijk hoe lang je moet wachten om iemand te spreken te krijgen over racisme bij de bank, niet te geloven. U bent de eerst wachtende. U bent de eerst wachtende. Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. Ik ga nu de 11e minuut in. Nu precies. Tjonge jonge. Echt niet te geloven. U bent de eerst wachtende. U bent de eerst wachtende. Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. Hoe hopen ze dat? Zodat je niks, zodat ze je niet te woord hoeven te staan. U bent de eerst wachtende. Gaan we nu 12 minuten al aan de telefoon. Yep. U bent de eerst wachtende. Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. Wauw. U bent de eerst wachtende. U bent de eerst wachtende. Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. U bent de eerst wachtende. U bent de eerst wachtende. Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. En 14 minuten. U bent de eerst wachtende. Wow. U bent de eerst wachtende. Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. Om de analist meer van zich te laten horen. Ja. U bent de eerst wachtende. Wauw, 15 minuten. U bent de eerst wachtende.
Jezus. Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. U bent de eerstwachtende. Nu begin ik echt te geloven dat ze maar één persoon hebben om die telefoon op te pakken. U bent de eerstwachtende. Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. 16 minuten. Wauw, het is echt ongelooflijk. U bent de eerstwachtende. U bent de eerstwachtende. Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. 17 minuten gaan we naartoe. Nou, hoe lang heeft het gesprek dat ik aan het begin had gezegd? U bent de eerstwachtende. Hooguit 2 minuten. Denk ik voor ik er doorgeschakeld hier naartoe. U bent de eerstwachtende. Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. Ik ga nu allemaal 18 minuten doen. Dit is echt duidelijk ontmoedigingsbeleid. U bent de eerstwachtende. Wauw. Niet te geloven. Echt niet te geloven. U bent de eerstwachtende. Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. U bent de eerstwachtende. U bent de eerstwachtende. Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. 19 minuten. Zo. U bent de eerstwachtende. U bent de eerstwachtende. Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. U bent de eerstwachtende. Wauw, 20 minuten. Echt ongelooflijk. Yep, 20. U bent de eerstwachtende.
Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. U bent de eerstwachtende. U bent de eerstwachtende. Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. U bent de eerstwachtende. U bent de eerstwachtende. Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. U bent de eerstwachtende. U bent de eerstwachtende. Indien u niet wil wachten, toets 0 om een bericht in te spreken. U kunt ook via www.rabobank.nl uw klacht indienen. U bent de eerstwachtende. U bent de eerstwachtende.